heer komt naar Utah. Jawel, maar de jinnigste echte heer Caravan. Roenom in de provincie doekt de caravan op. Op zit naar bijzondere meesken en mooie verhaal. Alsjeblieft. Hi. Hi. Goedemorgen. Ja, goedemiddag. Nou, goeie. Dames. Oh. Hallo. Hallo. Ja, we ben hier aan het zien bij de strandrace. Oh, aan het zien? Ja, aan het zien, ja. Oké, je bent net... actief, sinds maar op een skip of zo? Nee, ik heb een heel mooi verhaal van meisje, maar dat deed net wie. Heb je een leuke tip of zo? Een tip. Workum is hier van de Elfsteen. En Workum leidt onder het IJsselmaar. Voor hierheen wie het Zuiderzee natuurlijk. Workum is lang. Zo lang als Workum is ik vaak een uitspraak wat je wil eens jaren. Workum is gemoedelijk. Ja, we komen in het Workum, ja. Wat voor meesken binnen dat meesken in het Workum? Nou, stugge meesken. Ja? Hou op, ja. Workum is een hartstikke leuke meesken, ja. Er ben een paar etters bij. Maar oh, dat wel. Oh, dat wel? Ja. Dat heeft altijd. Ja, ja. Ja. Maar het algemeen, ja, ben leuke meesken. En wat is het voor plak? Het is geen plak, het is een ster, hè? Oh, sorry. Even, wel even. Oh, ja, sorry. Ja, hebben we dat weer. Een ster. Wat is het voor ster? Nou, een mooie ster. Ik ben hier nog nooit geweest. Ik ben al 40 jaar werken, maar ik ben nog nooit bij die strandrace geweest. Maar ik ben er vanmorgen weg en ik denk, nou, we zullen er even. Ja. Ik kom hier al bijna 50 jaar en ik woon al meer dan 30 jaar op de Viertoren. En ik ken natuurlijk inmiddels al die schepen. Want Jowien, de vrouw van Rijt. Ja. Rijt is de betinker van het geheel. Klopt. Opraten! En hoe lang is Rijt er dan verstoren? Bijna 4 jaar. Ja. Ja. En toen hij, vlak voordat hij overleed, zei hij tegen mij: Cornelie, maak je geen zorgen. De schippers die zorgen wel voor jou als ik er niet meer ben. En hoe waar is dat? Want hoeveel mooie mensen heb ik hier om me heen die zich allemaal om mij bekommeren en vragen hoe het ermee gaat en me helpen in allerlei kanten. Want ik ben natuurlijk zelf ook 72 en kan dit ook allemaal niet meer. Nee, maar je bent er nog wel heel actief. Ja, zeker. Wat is dan aan het doen? De jaaglijn checken. Of de bergen goed zijn en of de boel niet in de knoop zit. Of het niet gaat knappen. Oké. Okay. En waar is dat voor? Voor het jagen. Straks, als er geen wind is, trekken. Oh, dan moest de boot voor u trekken? Ja. Aha. Ja. Dus. En dat liep die wel leuk? Ja, ik vind dat wel leuk. Een beetje afzien. Ja, morgen dan starten we hier en dan jagen we eerst het kanaal uit. Of de sloot, hoe heet dat hier? Ja. Ja. Workum uit. Ja. En dan steken we het IJsselmeer en het Markermeer over. Dan gaan we door Amsterdam. En dan bomen. Jagen, bomen, jagen, bomen. Heel hard bomen. En dan jagen, want waarschijnlijk hebben we wind tegen. Dus dan gaan we tot en met Warmond waarschijnlijk de hele tijd jagen. En dan vanaf Warmond hopen we weer terug te kunnen zeilen naar hier. Het wordt wel pittig waarschijnlijk. Hou je alles in de macht? Nee. Stress. Ja, wat voor stress? Burn-out. Nee, wat? Burn-out, joh. Op zaterdag hadden we klompjes zeilen en heeft Ines meegedaan. Wil je daar iets over vertellen? Nou, ik ging duwen en toen ging je steeds de andere kant op. Ah, je hebt nog leuke tips. Je moet altijd even naar Joop Huisman daar. Je moet even op Hamers zijn, Jere, bij de sluis. Nou ja, en even een bakje bij Volkers, dan komt het al helemaal goed, ja. Ja, dan heb je een mooie dag, ja. We staan hier op de markt. Op de markt? Ja. En wat verkoop je hem dan? Scrunchies en knuffels. Scrunchies en knuffels. Scrunchies? Ja, dat zijn er dingetjes voor in je haar. Eigenlijk haarbandjes, maar dan nog met versiering een beetje. Wat docht je maatje hield?
Wij wilden heel graag een Nintendo kopen. Oh! Heel veel prachtige klompjes en... En toen kregen we wel nog een prijs met snoep, maar omdat hij ging de voorstelling deed. Oh, oké. Hij deed het verslag. Oh. En hoe heet jou hij? Ja, hoe heet hij? Gjalt. Ja, want Gjalt die werkt ik was voor de omroep, hè? Bij het koetsjesielen. Hey, je kan de heer Loosman, kom maar in binnen. Ja. Oh, deze man heeft echt ervaring. Nou, goeie. Die, goeie, goeie. Ja. Ja. Nou, wat ben je ondervindings, Joert? Ik heb goede vinders. Wat zijn je ondervindingen? Om mijn ondervindingen? Nou, ik ben van mijn zandje naar hier, dat mijn 60 hier op zee zitten. Oh, bleek. En oerlwee, Zuid-Amerika, Afrika, West-Afrika, Caribisch gebied. Oostzee, Middellandse Zee, waar ben ik net geweest? IJsselmaar. IJsselmaar, ja. Toen zag ik jullie staan. En toen dacht ik ga vragen of ik een oproep mag doen voor mijn buurman. Mijn buurman is Floris Bottema, die woont in Bolsward op de Turfkade. Floris is eigenaar van een scootje. Hij is dit jaar 80 jaar geworden en heeft, nou ik geloof al 30 jaar lang, meegedaan aan alle zeilwedstrijden die er zijn. Dit jaar heeft hij besloten om ermee te stoppen, vanwege zijn leeftijd. Dus hij ging 2 weken geleden nog 1 keer met al zijn bemanning een afscheidstochtje maken. Maar dat noodlot sloeg toe, want Floris sloeg overboord, is bijna verdronken, uit het water gehaald, gereanimeerd, naar het ziekenhuis gebracht. En hij ligt nu al 2 weken op de IC. Het gaat langzaam iets beter, maar hij heeft nog een hele lange weg te gaan. En mijn vraag is, iedereen die Floris kent of hem een warm hart toedraagt, stuur een kaartje naar Floris Bottema en hij ligt op de afdeling IC. Dat komt vast terecht. En ik weet zeker dat hij dat hartstikke leuk vindt. Ja, ik ben van de organisatie Lierenlied. En straks hier op de haven hebben we 2 koren. Naar zee, naar zee. Kom kerels, meld je aan. Nee, nee, en nog eens nee. Blijf toch hier, je hoort bij mij. Als je niet gaat, niet naar zee. Je kunt nog heel veel dingen. Druk, druk, druk. Jij druk? Dat is toch wel. Oh, druk. Maar ben je op zo'n muziek, man? Ja, muziek is heerlijk. Ja, dan heb ik ook de boom naar beneden door. Hoor, zij zal ik een zagrijnige kap. Met mijn vrolijk deuntje erop, dan is het prachtig, toch? Stien de meisje naast de deuntje op het dik. Maar ik vind het prachtig mooi werk. Ja, prachtig mooi, toch? Het meisje op wet wil altijd willen. Nou hebben we een tour om de bergen vrij te krijgen. Stien er een cameraploeg voor die neusje. Kop erbij hebben, jongen, voor de veiligheid. Oh, achter de slagboom. Ja, jongens, iedereen achter de slagboom. Bot, yo. Hoi, maat. Maar had ik nog een leuke tip? De jonge vissers vis je op een ambachtelijke manier, zonder motor. Dus alles op een wien. We hebben nog de voorbereiding ontwaan voor de visserijweek van morgen. Ja. Dat moet maar beginnen. Het is nog heel heen, nog net. Ja, het is druk nou. Even alle keuringen van de netten, van al het spul wat onboord. Nou, ja, alles dus. Wij zijn er klaar voor. Maar hoe komt het er zo bij om uit te doen dan? Nou, ik zit bij de Jonge Vissers. Dat is een vereniging en die heeft 2 boten in de onderhoud. En varen welke tons die mooi. En dan, ja, als mooi was, ken dat. Is het nog spannend dat je morgen... Ja, het is altijd wel leuk, want het is altijd de start en dan zo snel mogelijk eruit. Want dan is het mooiste plakje natuurlijk, maar de netten. En, dat is altijd wel een spanning. Heeft de betocht wel net een deel zitten? Ja, wel iets, ja. Maar dat is natuurlijk een beetje het geheim, hè? Ja, ja. Dat is de geheim van het skip. Ja, we gaan voor de breileppel natuurlijk. Dat is de prijs van wie de meeste vis heeft. Ja. Dat is het mooiste. Sneun is de prijs 3 keer. Waas is de visopslag, de eerste van de 2. Waas die en Sneun hebben visopslag. Dus dan kennen de meeste hier ook nog even zien? Ja, dan kennen de meeste een viskeper die wij vongen. Dan kennen die lekker kleermaken worden, maar van alles. Met zelf maar even zin. Hè. Nog een keer beluisteren. Ik ga
bij iemand logeren. Dus hartstikke bedankt. En ik hoop voor Floris dat hij heel veel kaartjes krijgt. Dat hoop ik ook. Mooi initiatief. Dankjewel. Dankjewel. Wil je nog meer weten? Nee, het meeste wel. Ik? Is dat de vrouw? Ja, mijn vrouwtje. Komt het al je wel goed? Nee. Kom maar goed. Het rent finale in het 100.